Maar wil je hier dan rood? Nee, toch? Nee. Nou, we zijn hier in de ruimte van Spectrum aan het werk. Hoe is het begonnen? Ik denk dat het idee al misschien al 2 jaar geleden begonnen was. Ja, minstens. En toen vroeg je aan mij, wat heeft kleur of gekleurd licht eigenlijk voor impact op je lichaam? En dan gaat bij mij het motortje lopen. We staan eigenlijk altijd in een kleur. Buiten, binnen. Maar je hebt het niet door dat je in die kleur staat, want je staat er altijd in. Maar hoe kun je dat vormgeven? Dat we weer wat bewuster worden van wat het met ons doet. Ja. Toch? Ja, waar we in het normale leven allemaal lekker aan voorbij hubbelen. Ja, behalve met de zonsopgang en de zonsondergang. Ja, dan denken we even, oh. Ja. Maar dat je nog een opbouw hebt, die flitsen. Ja. En nu is het weer helemaal... En toen kwamen we op die witte ruimte. We beginnen met uit wit licht. En wat kunnen we daar uittrekken? Welke kleuren? Kan je vanuit kleursverloop een dramaturgie maken? Nou, dat is leuk om mee bezig te zijn. En dan na de flits is het groen en geveed groen uit? Of gaan we dan, houden we hem dan op wit? Maar ja, is dit nou theater? Is dit nou beeldende kunst? Wat is het nou eigenlijk? Nou, ik denk dat het heel fijn is als het geen naam heeft. Je wil niet te veel weten van tevoren, maar je wil iets fysiek ervaren. En ik denk dat dat onze grote gemene deler is. En jij komt meer uit de theaterhoek en ik kom meer uit de vormgevinghoek of kunstenhoek. Maar het lichaam staat centraal. Ja, deze is echt ook super dat tof. Jullie daarvan schrikken? Ja. Ja. We mogen eigenlijk niet te veel zeggen. Want het leuke is dat jij als bezoeker hier gaat komen en niet weet wat er gaat gebeuren. Want we willen je juist ook in een soort fysieke overgave krijgen, waardoor je het fysiek kan gaan voelen. Dus je mag eigenlijk juist niet te veel weten of verwachten of denken, oh, dat en dat ga ik zien. Nee, je weet het niet. Kom het maar beleven. En dan zul je het merken.